Hey YouTube, mijn naam is Niels. En vandaag ga ik jullie even gaan uitleggen hoe je de Minecraft luchtschip survival modpack installeert. Het is heel simpel, maar. Uh, ach, ik dacht maak ik maak er toch maar een video voor. En dat is helemaal duidelijk. Want er is wel één klein dingetje dat uh, iets ingewikkelder is dan normaal. Uh, maar dat komt helaas niet anders. Uh, als eerst wat je gaat willen doen is naar technicpack.net. Uh, link direct naar mijn modpack staat ook in de beschrijving. Dat werkt ook gewoon. Dan moet je of registreren of inloggen. Hangt, vanaf of je al een account hebt. Als je al een account hebt, druk je natuurlijk op login. Anders moet je even gauw registreren. Uh, dan zal ik even gauw inloggen? En onthoud me maar, maar. Hop. En dan ga je daarna dus naar de link in mijn beschrijving zodra je in bent gelogd. In de beschrijving van deze video. Uh, ga je naar de modpack. Ik ga er even zo heen. Want het is natuurlijk mijn modpack, dus kan ik hem hier vinden. En um, vervolgens zie je hier een link staan. Prachtige platform URL. Die kopieer je. Door hierop te drukken kopieert hij hem heel makkelijk. En daarna, wat je daarna wil gaan doen, is naar download. Geen naar Windows of Mac of Linux of wat je ook gebruikt. En dan download je de Technic Launcher. Tenzij je die natuurlijk alweer hebt, dan open je hem gewoon. Uh, in mijn geval heeft hij hem nog niet gevonden. Dus um, het is belangrijk dat je hem wel op dezelfde. Plek set voor. Um, ik zal even teruggaan naar de vorige pagina dan kan ik dat even laten zien. Um, deze modpack heeft een aparte installer. Dat is voor. Dat is een Dat is voor van de mods. Um, die kon ik niet anders verspreiden dan een installer die het zeg maar vanaf de uh, site download waar de maker hem oorspronkelijk op heeft geüpload. Dus helaas kan dat niet anders, maar dat is oké. Okay. Um, daar komen we zometeen wel bij hoe dat moet. Uh, als, je, als je de Technic Launcher hebt geopend, dan ga je naar Add New Pack, dubbelklik je erop en dan doe je Ctrl-V om uh, te plakken en dan plakt hij mooi de link, dan druk je daarop op Add Mod Pack en dan staat hij er hier mooi bij. Klik je vervolgens op Play, dan gaat hij even een hele hoop dingen gaat hij downloaden. Um, dat duurt allemaal wel eventjes. En there we go. Hij zijn er klaar met downloaden, denk ik. Als het goed is, zou hij hem dan zo moeten starten. Ja, daar gaat hij. Uh, dat kan hij ook eventjes duren. In de tussentijd dan, um, terwijl hij hem al van start, dan kan je in uh, de pagina dus van mijn modpack. Staat um, uh, zin. je kan hem hier downloaden. Dan klikken we daar even op. Dan gaat hij naar Dropbox. Mijn internet heeft er vandaag niet zoveel zin in. Ik weet niet wat het is. Ondertussen bij download snelheid, je verwacht er meer van. Maar oké, okay. whatever. Uh, dan druk ik alvast even op download. Gaat hij hem downloaden. Het duurt ook eventjes vandaag bij mij. Oh, 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 het heeft er allemaal niet zoveel zin in. En here we go. Dit um, is dus al de modpack, min 1 mod. Uh, wat we nu dus willen gaan doen is quit game. Het is belangrijk dat je eerst de modpack installeert. En daarna gaan we naar luchtschip survival, gaan we dit ding, dan runnen we hem. Ja, dat willen we dat laten doen. Vervolgens heb je hier dus een setup, je drukt simpelweg op volgende. En dan ga je naar installeren. En dan is hij even de bestanden aan downloaden. En tada, dan is hij ook klaar. Het gaat hartstikke snel. En dan druk je weer op play. Gaat hij even al de bestanden opnieuw verifiëren om de een of andere reden. Oké. Okay. En dan is hij weer klaar om te gaan. En dan moet hij het weer even opnieuw opstarten. Dat duurt allemaal eventjes. Ah, oké. Okay. Dus dan zodra hij klaar is met uh, laden, duurde mij even. Omdat mijn Windows Firewall me kwam lastigvallen. Ik weet niet zeker waar dat vandaan Ik kwam, maar goed. Um... Oh, en dan hebben we prachtige Minecraft muziek. Uh, het eerste wat je dan eigenlijk wil gaan doen is even gaan een singleplayer wereld maken. Uh, want een van de instellingen kon om de een of andere reden niet via een config bestand. was weer Journey Map. Journey Map is net de ene mod die nou eenmaal een beetje lastig is. Maar goed, um, in de nieuwere versie, die er nu dus nog niet is, dan gaat hij uh, misschien wel tegen de tijd dat je dit kijkt. Gaat hij een Nederlands vertaling van mij hebben. Dus dat maakt tenminste geüpdate de Nederlands vertaling. Een ander gedeelte is voor iemand anders krijgen. Ik weet niet door wie, maar iemand anders. Dus hij, hey, dat is wel prachtig. Want zoals jullie nu kunnen zien, als we... Oh my god. Oh, dat is ook een probleem, ja. Um, als hij je knoppen reset, dat doet hij af en toe. Simpelweg. Um, om de een of andere reden vindt... Uh, Archimedes chips vindt het heel grappig om... Automatisch... naar chip inventory op E te zetten. In mijn geval heb ik dat altijd maar even op mijn... Uh, muisknoppen. Uh, dat is nou helemaal makkelijk. En weet je, je moet gewoon even op andere knoppen gooien en... Dat is dus helaas iets dat je nog zelf gaat moeten doen. Je gaat even al de knoppen goed moeten zetten. En kijk, zoals je kan zien nu, Journey Map zit daar ook nog onder. Het is dus ook nog iets dat voor, om de een of andere reden allemaal niet ingesteld kan worden. Wat een beetje heel erg jammer is, maar goed. Uh, dus wat je daarvoor kan doen, is je drukt op J. Dan ga je naar Options. Minimap zet je uit. Die zet je uit. Uh, dan ga je naar General Opties. En deze zet je ook allemaal uit. Uh, ja, het is, het is even niet anders, helaas. Sorry, jongens. En dan is hij het hetzelfde als bij mij. Om een of andere reden heeft hij leders dead staan. Wat betekent dat ik vergeten ben een uh, waypoint uit uh, het zipbestand te verwijderen. Maar goed, dat is dus uh, hoe je de modpack installeert. En hoe je even gauw alles instelt zodat je ermee aan de slag kan gaan. Um... Oh mijn god, de Water Villages zijn er nog steeds. Oké, oh hard. Ja, uh, dat zou ik dan zo wel even allemaal goed zetten. Oké, okay. nou dat gaat niet zo zijn in jullie versie dan dus. Um, dit is voor het eerst dat ik hem ook via de Technic Launcher iets verder heb getest. Maar goed. Uh, mijn naam is Niels, bedankt voor het kijken. Hopelijk was het in ieder geval duidelijk hoe je het installeert en hoe je even alles instelt. En um, veel speelplezier, I guess. Tot de volgende keer. Peace.